En dan, wat handig. Ja. Dit is een soort vel. Een soort vel? Een vel voor de randjes. Ja, een vijl noemen ze dat. Een vel, wat zei ik dan? Nee, vel. Vel, een vel. Een vijl. Welkom bij Insights Live, het zakelijke evenement van ABN AMRO tijdens het WTT 2018. Met vandaag als thema Sustainability Culture. Een echte leider laat de mensen in zijn bedrijf alles zelf beslissen. Ja, dat klopt. Daar zijn we weer druk mee bezig. Ja, tot zekere hoogte, zou ik zo willen zeggen. Maar ze hebben wel een leider nodig die het goede voorbeeld geeft. Bent u dat? Ik doe mijn best. Bent u nou op zoek naar een investeringsmodel om uw geld op de juiste manier te laten renderen? En houdt u ook nog van wintersport en sneeuw? Dan heb ik de tip voor u. Als je aan het eind van de middag hier aankomt skiën, kun je daar in het Faya Ski Depot je skispullen bewaren. Dat is natuurlijk hartstikke handig. Toiletten, douches, 250 lockers zijn er. En daarna kan je meteen hier of daar de après-ski in. Hier onder mij heeft ooit aardgas gezeten. Maar nu is dit veld leeg. En in deze leiding zit injectiewater dat NAM hier terugbrengt in de bodem, in dat lege gasveld. Al sinds 2011. Dat water komt uit Schonebeek. Daar uit de bodem, hier erin. Maar hoe zit dat precies? En jij doet nou net of je het niet weet, maar wij zijn zelfs live de straat op gegaan. Ja, nu regent het een beetje, maar op 18 januari was het één complete chaos op de weg door storm. Bij TVM Verzekeringen, grootste transportverzekeraar van Nederland, viel het aantal schademeldingen nogal mee. En bij mij aangeschoven ondertussen is Mark van Doren. Wat jullie doen is eigenlijk het verwijderen van autokrassen. En dat is een franchise eigenlijk overgewaaid vanuit Amerika en Engeland. Heb ik dat goed begrepen? Wat heb je allemaal in je haar? IJzeren rondjes. Zou je er zo mee de straat op gaan? Nee. Hama, die pas 25 jaar oud is, maar al een hele poos in het vak zat. Ze vertelde me dat ze op haar vijfde al de vlechten van al haar vriendinnen aan het doen was. En dat ze altijd met haar bezig was. Als je meer informatie hierover wil, kijk dan even op rtl.nl/businesstips. Mensen, allemaal bedankt voor het kijken en graag tot de volgende seizoen. Bye bye. Dag. Gaan wij even wat eten? Ja, hier woon ik. Kom je gezellig even eten.